So, I can say that I arrived in Xiamen safely, and I'm heading straight to the taxis, and then I will go to the Airbnb where Rara already is and do my makeup real quick, and we go out. I have no idea what we're going to do, but we're going to see, because Kevin is arriving tonight. So yeah, I only know the schedule of tonight is that we go to a bar. Mara! 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 Yeah! Woo! Mara! 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 OK， 不知道说什么了。<笑>Nieuwe aflevering. Nee, wat doet dit? Gaat er niet in. Kut! So, we are at a cat cafe, but there are only two cats and they're downstairs. And I actually thought that they would have cats upstairs as well, but they don't. And downstairs is actually here, so that. Yeah. Weet ik niet. Wil je er eentje? Jij wilt er eentje. Wil je er ook eentje? Ik eet het wel met jou samen. Wat lachen? Wat is dit? Nee, doe maar niet. Mango, bosbessen, aardbeien. Thank you.
wil je vertellen wat er is gebeurd? Two of us, aka Kevin and I, forgot our passports. Show die paspoort dan. Wil je nu vertellen wat er is gebeurd? Ik heb het ook net verteld, maar ja, nu mag jij het vertellen. Dus we gingen naar het eiland en dan moet je met een boot. Waarom moet ik achteruit lopen? Dan moet je met alles, echt alles, alles gewoon je paspoort bij hebben. Gewoon, wil je een trein? Paspoort. Wil je een boot? Paspoort. Maar Toen waren we hier, waren we eindelijk met de boot. Ging een kaartje open. Dat niet als twee, je pak je paspoort niet bij. Maar nu wel. Meer dan een half uur later. Everyone follow the leader. Hoger. Dit noemen we een mountain. Een fucking steen, Anja. En hoe zeggen we dat in het Nederlands of Engels? Een fucking steen. En Engels? Een fucking rock. Een fucking rock. Cute. Oké. Okay. Ah, dat is een steen. Je moeder is een steen. Jij hebt mijn moeder nog nooit ontmoet. Ben hè? Last few steps. Let's get it. We moeten niet lachen. Bye bye, see you in 3 weeks. Super tired. And I'm just gonna go wash my face and go take a shower and then head to bed. Anyways, I just hope you guys will like the video and also just for my friends and family back home. This was my shaman trip. Anyways, I'm gonna get ready and then yeah, see you guys in my next video. Bye bye.